Passepartout in Emmeloord wordt gesloopt. Het gebouw werd in 1951 voor het eerst in gebruik genomen door de katholieke kerk. En later werd het nog gebruikt als parochiehuis, maar ook later nog eens als dagbestedingsverblijf. Ja, verslaggever Florian van Veldhoven die is nu bij Passepartout. Florian, ja, dat is natuurlijk een heel markant gebouw dat tegen de vlakte gaat. Ja, het lijkt me iets om wel even bij stil te staan. Hè? Dat kun je niet zomaar ongemerkt laten passeren. Gebeurt dat ook echt? Ja, dat gebeurt inderdaad zeker. We hebben zo net inderdaad een heel programma gehad waarin de wethouder inderdaad sprak over het gebouw. Er is natuurlijk ook gedenksteen is overhandigd. Er is ook bij wijze van symboliek eigenlijk de muur, de eerste muur ingeslagen om toch te laten zien van we gaan naar iets nieuws. En ja, wat je inderdaad al zei, het is natuurlijk een gebouw wat een hoop functies heeft gehad. Begonnen in gebruik genomen door de katholieke kerk, later parochiehuis. Dus dit gebouw doet wel wat met Emmeloord. Bovendien staat het nogal op een prominente plek. Het staat namelijk in de buurt van de Lange Nering en het winkelcentrum. Dus mensen zien het ook vaak. Ja, binnenkort krijgt het dus nu een nieuwe functie. En aan wie valt dat te vragen? Ja, ik kan het beter vragen aan iemand die daar echt verstand van heeft. En dat is Petra Hartog, regio-manager van Triade Vitré. Ja. Wat komt hier voor gebouw? Nou, hier komt een prachtig appartement voor 40 cliënten van Triade Vitré. Die wonen nu een beetje verspreid over Emmeloord. We hebben locatie Phoenix, de Bossulaan en Saturnstraat. Het zijn wat oudere panden en ze wonen er prima. En als je het hun vraagt, hebben ze het helemaal naar hun zin. Maar het is toch verouderd. Hè? De tijd van nu is toch dat je een eigen appartementje moet hebben. Dat je eigen douche hebt en je eigen bewoning hebt. Dus we gaan hier nu bouwen. Daar zijn we heel blij mee. En waarom worden gekozen voor nieuwbouw en bijvoorbeeld niet voor bestaande bouw? Ja, de bestaande bouw is echt achterhaald. Als we kijken hoe we nu willen wonen en zoals wij willen wonen, willen ze ook allemaal een eigen appartementje. En dat je niet je douche hoeft te delen en niet je toilet hoeft te delen. Dus we hebben gekeken, zijn de panden geschikt voor nu en voor nog een aantal jaren later? Ja, dan kwamen we tot de conclusie dat we daar afstand van moeten doen. En dat we een mooi nieuw pand willen gaan gebruiken. Ja, er is inderdaad afscheid van genomen. Ja. Het waait nogal, dus het lijkt inderdaad ja, ook een soort dag. Winderige dag. Dat het bijna een soort symboliek overheen hangt. Ja. Zijn de toekomstige bewoners al bekend? Ja, het zijn de huidige bewoners die nu ook in de betreffende locaties wonen. 40. Daar hebben we eigenlijk vanaf 2016, toen we eigenlijk al plannen hadden, willen we dat. Hebben we met elkaar gedroomd, met de cliënten, met de verwanten, eigenlijk die erbij betrokken waren. Van wat willen we nou? En hoe zou dat er nou uitkomen te zien? En als je mag dromen, wat wil je dan? Dus we hebben heel leuk gedroomd, hele grote dromen. De een die had zoiets, ik wil wel een zwembad onder mijn woning of ik wil een sauna erbij. En de ander droomde heel simpel van, ik wil een heel mooi aquarium meenemen. Dus we hebben daar tijd voor genomen en ze staan eigenlijk nu wel te trappelen om hun koffertje te pakken, nieuwe meubeltjes te kopen. Dus, nog een jaartje wachten. Ja, en wanneer moet het klaar zijn? U had het over een jaartje. Is het dan ook klaar? Nou, de aannemer zegt tegen ons april 2023, daar gaan we de sleutel overhandigen. En ik geloof hem graag. En achter u staat voor mij van de toekomstige bewoners? Zeker, dat is Daniel. Daniel, laten we Daniel er even houden. Hallo. Jij gaat hier binnenkort wonen. Ja. En hoe vind je dat? Goed, leuk. Ja? Ja. Er moet nog wel een hoop aan gebeuren, hè? En heb je al, hoe ga je hier wonen? Wat, heb je al een beetje nagedacht hoe je het gaat inrichten en zo? Ja. En wat ga je inrichten? Kast, een radio, televisie, ja. Keuken, ja. Nou, het wordt wel heel anders inderdaad. Hè? Van een kerk naar eigenlijk een plek waar inderdaad mensen op een fijne manier kunnen wonen. Ja. En dat was natuurlijk bij hoop connotie, hebben we het natuurlijk over gehad. Hè? Er was toch wel emotie van wat het was en wat het gaat worden. Daarvoor hebben we ook veel gesprekken, ook met de buren van de school. Dus we zijn echt wel aan het, we willen gewoon samen leuk wonen met elkaar. Dus is het nu van wie zijn wij en wat komen we doen? Wat kan je van ons verwachten? Dus ja, het is gewoon een hele leuke tijd om dat nu te gaan doen. Ja. Peter Hartog, regio-manager van Triade Vitré. Dank u wel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Binnenkort is een fonkelnieuw gebouw en vandaag toch afscheid genomen. Toch wel op een mooie manier van Passepartout in Emmeloord. Ja, toch wel een iconisch gebouw. Binnenkort dus een nieuwe bestemming. Ja, Florian van Veldhoven. Vanuit Emmeloord bij het gebouw dat dus tegen de vlakte gaat. Passepartout in Emmeloord.